Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Soms wel wat weer barstig was of anders bestemd werd dan wij dat aanvankelijk dachten. Maar in ieder geval is het zo dat door de verkoop hebben we niet meer de rentelasten. Dat geeft een structureel resultaat van 4 ton op jaarbasis, als ik zo even over de duim reken. Ja, de Noordflank was een plan om grootschalig te bouwen. De gemeente heeft besloten om dat niet meer te doen. Er zijn toen een aantal alternatieven genoemd en een van de alternatieven was dus dat dorpslandgoed. Men is niet klaargekomen met positieve cijfers om dat te kunnen realiseren en vandaar dat wij heel nadrukkelijk zeggen, en dat hebben we als LTO altijd al gezegd, van als het niet bebouwd mag worden, doe het dan weer terug naar de landbouw. Niet voor intensieve bedrijven, maar laat het voor extensieve grondgebonden bedrijven. En dan heb je het over 2 of 3 landbouwbedrijven met zo'n 100 tot 150 koeien. En we hechten er erg aan dat het amendement aangenomen wordt. Waarom? Omdat je hiermee heel duidelijk naar de provincie toe aangeeft wat je wel wil, wat je niet wil. Ja, dat dorpslandgoed, dat lijkt heel erg mooi. Een hele ideële oplossing dat we met elkaar allemaal het gebied beheren en verzorgen. Is tot nu toe nog steeds niet gebleken dat het onderzoek dat het haalbaar is. Men vraagt nog 1,5 jaar tijd om verder onderzoek te kunnen doen. Dat betekent dus dat er geen geld op de tafel komt, geen geld op de plank komt en dat er nog eens een keer weer geld en onderzoek gepleegd moet worden van het geld van de burger van Almelo. We staan er als Almelo gewoon hartstikke slecht voor en wat ons betreft is het nu eens een keer verstand gebruiken en niet alleen meer emotie en ideële situaties bekijken, maar echt de beste en economisch de hoogste rendement nu halen en dat is verkoop van de grond aan de provincie. Het voorstel is aangenomen, 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Mogen we de details alstublieft? Blijven herinneren, die struikelstenen, de gedachte dat je moet bukken naar zo'n naam om te kijken, dat heel belangrijk is. Dat we ons iedere keer weer bewust zijn van het feit hoe snel een samenleving kan verloederen als je niet oppast voor het extreme. Ik weet niet of u gezien heeft dat in de hal van
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. We moeten beseffen dat alles vaak willekeurig gebeurt. Als één ding ben je eigenlijk kwetsbaar. En we moeten proberen om met name ook de minderheden, die vaak toch een andere gedrag vertonen dan wij hebben, om die te respecteren. En het accepteren van die ander, verdraagzaamheid, is de boodschap, denk ik, verdraagzaamheid. Mogelijk zijn taal, is die vreemd of anders, of opmerkelijk? Of is er iets opmerkelijks aan zijn optreden? Iets waaraan u wellicht aanstoot zou nemen? Heeft het nu nog zin om na 70 jaar dit nog steeds te herdenken? Het heeft zin om een paar redenen. De eerste plaats is dat we nu merken dat de nabestaanden van degene die in de oorlog zijn vermoord, dat die vragen hebben. Waar zijn ze gebleven? Hebben nergens een plaats om ze te herdenken? Dus puur voor die mensen is het heel belangrijk. Het is belangrijk voor Almelo, omdat wij toch een groot aantal burgers die gesneuveld zijn, die vermoord zijn, kunnen herdenken op die manier en aan kunnen denken. En de laatste plaats is voor mij kinderen die nu horen via de media hoe het gaat in Syrië, hoe het gaat in al die landen waar vervolging plaatsvindt en wat vervolging betekent voor mensen. En ik merk aan de reacties van met name jongeren dat zij vragen hebben en ook vragen hebben over die Tweede Wereldoorlog. Want het is vaak zo dat de eerste generatie die in de oorlog geleefd hebben er later over gezwegen hebben. Dus die kinderen, de tweede generatie, weet eigenlijk heel weinig. En de derde generatie, die nu opgroeit, heeft vragen. Vragen, hoe kon het allemaal gebeuren in Nederland? Hoe kan dat? Dat in Nederland, zo'n beschaafd land, net als in Syrië, zulke dingen gebeurd zijn. Dus vragen genoeg. En ik geloof dat het zin heeft. Nou, een avond als deze, dat is natuurlijk prachtig, want in feite doen wij het voor deze avond. De Almelopers zijn al een jaar of 7 bezig in Almelo om deel te nemen aan de Europa-run. En dat merken de Almelopers bijna het hele jaar door, omdat we dus continu bezig zijn om gelden in te zamelen voor die Europa-run. Je komt ze overal tegen, hè? Ja. Dan weer zamelen ze hier wat voor in en dan organiseren dat weer. Ja. Klopt, ja, het zijn we, of we proberen loten te verkopen. We hebben de week na Pasen dit jaar gecollecteerd in een aantal straten. We staan met de Oranjemarkt, toevallig altijd met oranje hesjes. Dus we vallen, als we er zijn, dan vallen we ook op. We zijn er meestal met veel. En dan is het toch een redelijke oranje zee die je ziet staan. Het voordeel daarvan is wel dat inmiddels heel veel Almeloers moet ik zeggen in dit geval, weten wat de Almelopers zijn en waar ze mee bezig zijn. En het gevolg daarvan is ook dat het voor ons eigenlijk elk jaar, ik zal niet zeggen gemakkelijker wordt, want het is toch wel gewoon elk jaar weer hard werken om geld in te zamelen. Maar er is waardering, er is enthousiasme en de mensen weten inmiddels waarvoor we bezig zijn. En dat is gewoon heel erg prettig. We gaan er wat moois mee doen. Het werkt als volgt. Zowel de Europa-run heeft 2 routes. Ze hebben een Frankrijk-route en een Duitsland-route. Die Duitsland-route die begint vanuit Hamburg, gaat over Almelo richting Rotterdam. Alle teams die op die Hamburgroute deelnemen, die mogen na de Europa-run, en daar krijgen ze dus een speciale mail voor van de Europa-run, mogen een aantal punten geven aan een stuk of 5 of 6 verschillende doorkomststeden. Al die teams en al die punten die worden dan door de Europa-run bij elkaar opgeteld. En op een avond in oktober wordt er een feestelijke bijeenkomst belegd in Rotterdam en daar worden de winnende teams dan uitgenodigd. En dan krijg je dan te horen of je een eerste, een tweede of een derde plek hebt gewonnen. Eerste plaats €50.000, tweede plaats €25.000 en de derde plek is goed voor €12.500. Vanavond hebben we een heel ander bedrag, hebben we ruim €70.000 uitgereikt. Dat komt. In 2012 hebben we ook een aantal instanties cheques uitgereikt en nu bleek achteraf dat er van die cheques een aantal niet zijn verzilverd. En het geld wordt namelijk door de Europa-run pas uitgekeerd als er ook daadwerkelijk door de aanvragende instantie
een factuur wordt ingestuurd waarop staat wat er gebeurd is met het geld. Of wat er gebeurd is en dan pas wordt het geld uitgekeerd. Dus bij de organisatie van deze avond kwamen we erachter dat er nog gewoon bij de roper een 20.000 euro op de plank was blijven liggen. En die konden wij dus opnieuw uitdelen vanavond. We rennen en rennen en blijven rennen. Niet voor onszelf, niet voor de sport, niet voor de prestatie, maar voor de mensen in onze gedachten, voor mensen dicht bij ons. Voor die ene persoon waarmee wij verbonden zijn. Iemand met kanker. Elke stap is een ode aan die persoon. Dit doen wij voor hun. Het brede buurtschool samenwerksverband. De STEP doet hier mee, de Bonkelaar, de Compaan en de Weerder. Wij doen dit één keer in de twee jaar, zodat alle kinderen hier een keer aan mee kunnen doen. En het is voor de groepen 5 en 6. Er zijn ruim 200 kinderen. Aanschouwend onderwijs. En dat betekent, binnenschool leren ze het uit de boekjes. En hier kunnen ze zien hoe het in het echt gaat. Of in het echt geweest is. Jongens, en die hebbenbaak, dat was dus eigenlijk een mix van een bijl, van een speer. En dat was een geweldig wapen. Wat ginder, Klaas? Pak die eerste rij maar. Ja, kom eens. Ja, kom eens. Hij kon zo een man met een aantal roofvogels, wat veel impact heeft voor kinderen. We hebben een vuurspuwer en een goochelaar. We hebben mensen die boogschieten. En we hebben natuurlijk Ridder Dolf, die een show geeft voor de kinderen. Kinderen kunnen helmen passen en kunnen zwaarden mee omgaan. En daarnaast hebben we ook een ridder te paard en daar kunnen kinderen ringsteken zien. Daarnaast hebben we het kinderwerk, het sportbedrijf, wat een heel spellencircuit organiseert. Allemaal in teken van ridders en kastelen. Hallo, ik ben Marilief Goinga en ik ben 9 jaar en ik zit op de Heemde. En ja, wij hebben dus nu de Kids en Kunstweek. En ik doe daar mee. Ja. Het hele school. Dankjewel. Ik ben Maud van Dijk, ik ben 7 jaar oud en ik zit op de Heemde. Zeg maar. Hallo, ik ben Sophie van Dijk, ik ben 9 jaar en ik doe mee met deze zender. Wij hebben de Kids en Kunstschool. Dat is, daar kan je 2 weken zelf dingen kiezen met kunst, wat daarmee heeft te maken. En daar kan je ontdekken hoe leuk kunst eigenlijk is. En Maud, vertel eens, welke kunstenaars, welke beroemde kunstenaars heb je allemaal zo langs zien komen? Vincent van Gogh, Kandinsky en Andy Warhol. Andy Warhol, ja. Yeah. Wat maakte Andy Warhol dan? Die maakt van
oude kleuren, doet hij er weer nieuwe kleuren bij in? Nou, het is wel heel leuk, want bij beroemde kunstenaars kan je ook zeg maar de techniek en zo. Want bijvoorbeeld bij Vincent van Gogh, hij maakt allemaal kleine streepjes en daar maakt hij zo'n groot schilderij van. Ja. En Sophie, vertel eens, jullie mochten dingen maken eigenlijk, hè? Jullie mochten creatief zijn. Waren daar ook lessen in? Ja, je had één dag ongeveer 2 uur of 1,5 uur of zo. Had je om zelf te leren wat je kon doen, bijvoorbeeld boetseren hier achter ons. Daar zijn allemaal kabouters en allemaal hoedjes met vrouwtjes en die dingen gemaakt. Ik weet niet hoe die heten. Maar je kon je dus helemaal uitleven. Er was een mevrouw bij en die legde alles uit. En het was gewoon heel leuk om te doen. Ja. En Madelief, ga je nou kunstenaar worden? Nou, ik vind het wel leuk om kunst zeg maar te maken. En ik ga zeker wel veel schilderijen en zo maken. Maar wat ik echt wil doen is dansen en actrice worden. Ja. En jij dan? Ik hou ook aan mijn eigen dingen. Ik vind kunst ook heel leuk. Maar ik zal toch liever kapper worden samen met Madelief en actrice. Dat wil ik dus samen met Madelief doen. Ja. Mm-hmm. Oké, okay. En Maud? Wil jij ook kapper worden of kunstenaar of danseres? Nee, ik wil liever dierenarts worden. Oh, je hebt dus vast een huisdier al. Nee. We krijgen wel een cavia. Oh, en wanneer komt die cavia? Als ons gras is gegroeid. Oh, waar is dat voor nodig dan? Gaat hij het opeten? Ja, hij gaat ons gras maaien. We hebben een benefietconcert georganiseerd voor een stichting, dus de Ezra Foundation en stichting Helping Hands. En dat is voor een project in India, in Pune, om vrouwen en meisjes naailessen te geven. En ook om naaimachines, dat ze naaimachines kunnen kopen om daarmee in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. En dat benefietconcert bestaat uit, een koor bereid gevonden om te zingen. En dat is het Tuesday Fever koor uit Tebergen. En een verhalenvertelster Margot Vermeulen. Ik ben 3 jaar geleden betrokken geraakt, zelf ook persoonlijk, bij het project in India. En daar ben ik nu 2 keer in januari 2 weken naartoe geweest. En ik help daarmee met een naaiproject op te zetten. En daar, dat is gewoon heel erg nodig. Je ziet gewoon dat, er is heel veel nodig. Maar je ziet gewoon dat het voor die vrouwen vooral heel erg belangrijk is dat ze zelf onderwijs gaan krijgen en dat ze zelf ook gaan leren om hun eigen geld te verdienen. Dus vooral voor vrouwen en meisjes? Ja. Afgelopen jaar dat ik er was, was er een meisje van 15. Die was 15. Toen heeft Suman John, de projectleider, haar uit de prostitutie gehaald. En ze is nu 20 en ze heeft haar eigen schoonheidszaak. Dus dat was wel heel erg mooi om te zien ook. De stichting Beautiful Ballooning organiseert eigenlijk ballonvaarten voor ernstig zieke en chronisch zieke kinderen. En wij doen dit al 13 jaar nu met heel veel plezier.
nemen 8 zieke kinderen mee in totaal. Ja, en zij mogen dan ook allemaal een begeleider meenemen. De stichting Beauty van Bloening heeft een eigen ballon. Die heet Onze Ballon. En dat is ook weer een stichting. En de stichting Beautiful Ballooning is daar een onderdeeltje van. Samen met 2 andere goede doelenstichtingen hebben we die ballon aangeschaft. En we hebben dan een ballon van Acito, een van onze sponsoren. Ik ga met een luchtballon mee. Ik ben opgegeven door een fysio. Daarom ben ik hier. Ik heb spina bifida. Ik ben geboren met een open rug. En ik loop ook met valken. Up and away, my beautiful. Ja, ik ga met de ballon mee. Ja. En waarom mag jij met die ballon mee? Ik heb een busongeluk gehad. En dat is nu precies 1 jaar geleden. En ja, en toen hebben ze me vanuit het Roesiek gevraagd of ik mee wou. En ja, ik wou wel graag mee. Ja. Ja, dit is geweldig.